Het personeel van de eettuin in Boetenpost rommelt op, want het avontuur houdt op. De gemeente Achtkarspelen had het contract namelijk verbrutsen. Er is achterstand in de huur. De huur is net betalen. Uiteindelijk kwam er achteraan een greep in de kas van een van de werknemers. En we zochten even naar wat is dan het toekomstperspectief op dit moment. En daarvan hebben we zijn van, voor u is er financieel op dit moment geen toekomstperspectief. En we zissen van de overeenkomst op. De eettuin kwam in het nijs omdat de bedrijfsleider er met 10.000 euro's van terugwijzen zou. De wethouder kondigde een onderzoek aan. Maar nevenspachter Jairo Martinez hier dat net volle om me hakken. Nee, want ik heb nagevraagd voor een gesprek. Of er een oplossing kunnen komen voordat het besluit is genomen. Maar het werd naar mij gezegd van we zouden contact met jou opnemen. En vervolgens krijg ik per direct een ontzegging op een contract. Op dit moment is er geen andere oplossing. We zijn van er is geen perspectief, financieel perspectief voor de toekomst. Dus we moeten even goed nadenken. Ik heb vorige keer gezegd, je moet goed nadenken, overwegen. En we hebben besloten om deze overeenkomst op te sissen. De gemeente zal nu bij de eettuin vergees koffie en thee uitdelen voor bezoekers. En bij de oogstdag op 12 oktober zal er een horecapunt komen. Ik vind het voor elke betrokkenen bij deze zaak vind ik het echt heel jammer. Dat is voor iedereen die bij de belutsen is. Loo je ook nog een beetje erin in de toekomst van de eettuin? Nou, ik loo in de toekomst van de Kroothof en alles wat erbij is. En dat is ik het museum en dat is ik een voorziening voor horeca.